Allemaal, vandaag ga ik jullie laten zien hoe je deze leuke 3D stuiterbal moet maken op je monstertail. En ik heb hem hier in mint en huidskleur gemaakt. En ik ga hem vandaag in blauw, paarsachtig en lichtroze maken. Je gaat beginnen met je eerste kleur en pak daar twee bandjes van. Ga van linksboven in een 8 naar rechtsonder. Dan met twee bandjes van linksonder in een 8 naar rechtsboven. Ja. En als laatste twee bandjes van boven in het midden in een 8 naar onder. Pak dan je volgende kleur en dan gaan we een rondje maken. We beginnen hierboven. Gaan we naar rechts. Dit doen we met enkele bandjes. Nog een keer naar rechts. Naar onder. Alleen bij deze achter hebben we dubbele bandjes gebruikt. Twee. En nu gebruiken we gewoon enkele. Naar links. Nog een keer. En als laatste omhoog. Ga ik nu bij elke pion de onderste twee bandjes in je eerste kleur eroverheen. Dus dat is paars. Die haak ik eroverheen. Hier haak ik ze eroverheen. En ook hier. Zo, deze kant is gehaakt. Draai je monstertail om. Dan gaan we de andere kant haken. Pak hier twee paarse bandjes, onderste twee, en haak ze eroverheen. In het midden. En rechts. Duw alles naar beneden en draai hem weer, zodat de rode stip aan de linkerkant is. Dan gaan we weer een rondje maken en nu pakken we weer onze volgende kleur. En dat is paars. Nu maken we weer hetzelfde rondje. Dus we beginnen boven, gaan we naar rechts. Nog een keer. Naar beneden. Naar links. Nog een keer naar links. En als laatste naar boven. Gaan we weer zo even naar de zijkant en haak overal de onderste twee lichtroze bandjes eroverheen. Draai je monstertail om en haak de andere kant. Ook de onderste twee lichtroze. Zo. Duw dat naar beneden en draai hem weer om zodat de rode stip aan de linkerkant is. Nu gaan we weer een rondje maken in de volgende kleur, lichtroze. Alleen nu gaan we alle bandjes dubbel vouwen. Je kunt dat zo doen. Erop zetten. Deze twee. Nou, strekken. En dan er nog een keer overheen. Zo. Nou, dat vind ik echt een gepriegel. Ik doe het liever met mijn vingers. Dus dan strek je hem. Draai hem slag terug op je vingers. En dan zet je die erop. En het kan ook nog op je haaknaald. En dan pak je gewoon één bandje. Zet je erop. Nog een keer erop. En dan strek je het. En dan plaats je het erop. Maar ik vind het met mijn vingers gewoon dubbel vouwen wel het makkelijkst. En zo maak ik het rondje af. En de laatste. Zo. Nou, alles zit erop. Nu haken we de onderste twee paarse bandjes overal eroverheen.
Zo. En ik draai hem weer zodat de rode stip aan de andere kant is. Zo, mijn haak viel. Haaknaald viel. En nu gaan we verder met het balletje opvullen. Pak daarvoor van beide kleuren één bandje. Dan heb je twee bandjes. Val je dubbel. En die stop je erin. En ik heb er nu twee bandjes in. Je moet er ongeveer 10 in doen. Dus dit worden... Nu, ik doe het ook eens 2, dus dit was 2. Dit is... Nu heb ik er 4. Dit vind ik zelf het lastigste. Want de bandjes kunnen er zo uitschieten. Zo. Dit wordt 6. En 8. Zo. Hier zitten er 8 in. Nu ga ik nog even verder en daarna stop ik de laatste 2 erin. Want het past er nu niet zo goed meer bij. Wat we nu gaan doen is voor de volgende laag pak ik 1 enkel bandje in de volgende kleur. En die doe ik over alle 6 pionnen. Dus een enkel bandje over alle 6 pionnen. Ga nu naar de zijkant en haak overal alle onderste roze bandjes eroverheen. Haak alle roze bandjes eroverheen. Was in uitgeschoten, die stop ik er zo alweer in. Zo, naar de andere kant. Nu zit het bal al iets strakker bij elkaar. Ik stop even het bandje wat eruit geschoten was er weer even in. Zo. Ik heb er nu dus 8 in. Nou, je kunt er ook meer dan 10 doen, maar ik ga er 10 doen dit keer. Zo, de laatste 2 zitten erin. Zo, en wat we nu gaan doen, je pakt hier het paarse bandje van de pion af en die zet je hier zo op de middelste pion. En nu pak je ook het paarse bandje aan de rechterkant van de pion af. En die zit je ook op de middelste pion. Nu draai je je mond stil om. Pak je hier het linker paarse bandje. Zet je op de middelste pion. En ook het rechter paarse bandje haal je eraf. En zet je op de middelste pion. Zo. Nu pak je 1 enkel bandje. We hebben hier paarse bandjes en hier paarse bandjes. En nu zet ik een enkel paars bandje bovenop. Dus niet de andere kleur, maar gewoon dezelfde. En haak nu aan beide kanten de onderste 3 bandjes over het bandje heen wat je zo net erop hebt geplaatst. En aan de andere kant... Gaat erg lastig. Zo, nou het is gelukt. En nu pak ik het bandje aan deze kant en die vouw ik dubbel op de andere kant. Ga nu naar de andere kant en haak het onderste bandje er overheen. Pak dan het bandje wat op de pion is en trek die goed aan. Nou ja, je kunt hem ook het elastiekje even vasthouden. Je bal
uit de mondstil halen, mondstil aan de kant leggen. En dan nu zie je dat dit het knoopje wordt en trek hem goed aan. Duw je bal even een beetje in vorm. We gaan nu het lusje wegwerken. Steek door de bal heen. Pak het lusje op je haak. En trek hem er doorheen. Je kunt het ook niet doen en dan kun je hem bijvoorbeeld als sleutelhanger gebruiken. Maar ik wou hem wel even wegwerken, zodat jullie ook weten hoe dat moet. En dit was de video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.